Je kent het wel. Je bent een Nederlandse moslim, je kijkt 's ochtends op sociale media en je ziet daar een fragment dat je eraan herinnert waarom je al jaren geen Nederlandse talkshows meer kijkt. Vandaag Caroline van der Plas op 1. Kijk even mee. Een aantal keer Duitsland aan. In Duitsland zijn ze een stuk strenger dan in Nederland, dat mag duidelijk zijn. Daar hebben ze bijvoorbeeld ook in de inburgeringstoets opgenomen, dat nieuwe Duitsers de Holocaust moeten erkennen. Ja. En eigenlijk wilt u ook dat wij dat in Nederland gaan doen, hè? Ja, ik vind het een heel interessant idee wat die minister daar heeft geopperd. Mm. Hè? Dat de Holocaust onderdeel wordt van de inburgering. Dat je ook dat moet onderschrijven, hè? Je moet er ook echt voor tekenen. En dat je de plicht krijgt om ook Joden te beschermen. Ja. Eigenlijk dat moet ook in Nederland. Ik denk dat het heel goed is om dat in Nederland te doen. Omdat we zien dat zeg maar, de groepen mensen die hier het meest zeg maar, asiel aanvragen... dat zijn landen, Syrië, Eritrea geloof ik. Dat zijn landen van Jemen. Dat zijn wel landen die gewoon echt een jodenhaat hebben... die tot diep in hun ziel zit. Ik zeg niet alle mensen, want krijgen we dat weer. Maar daar zitten, dat is wel bekend. En als we die mensen hier naartoe halen... Hè, als zij hier komen om asiel aan te vragen... en zij krijgen uiteindelijk een verblijfsvergunning... en ze worden hier toegekend dat ze hier mogen blijven... lijkt mij het vrij normaal dat je dit erin opneemt, ja. Het superioriteitsgevoel druipt er vanaf, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Frustrerender voor moslims is om te zien dat Caroline van der Plas met nog heel veel andere Nederlandse politici dit durven te zeggen. En dan vragen we ons af, met welk moreel kompas durven we op deze manier moslims te leren wat antisemitisme zou zijn en dat je niet antisemitisch zou moeten zijn. Moslims hebben een geschiedenis van 1400 jaar aan het beschermen van minderheidsgroepen, aan het beschermen van sectes die door anderen uitgemoord zouden worden en aan het beschermen van Joden en ook een geschiedenis van het beschermen van Joden tegen Europeanen. Want, mevrouw van der Plas en iedereen die het met haar eens is, Europeanen zijn degene die Joden niet alleen heel lang systematisch hebben uitgemoord en zwart hebben gemaakt en hebben verdreven. Maar moslims in de Arabische wereld weten heel goed dat de Holocaust heeft bestaan. Misschien een betere formulering. Moslims weten heel goed dat Europa de Holocaust heeft verricht. En dat Europa en Europese samenlevingen, Europese ideologieën en Europese politieke systemen heel goed in staat zijn om na jaren van xenofobie op zo'n grote schaal voor dood en verderf te zorgen bij een bevolkingsgroep. Bij de Holocaust waren het de Joden, maar de oorlogen die gevoerd zijn in islamitische landen in de afgelopen jaren en nu nog steeds worden gevoerd, zijn mede mogelijk gemaakt door deze ontmenselijking van bepaalde bevolkingsgroepen. Juist zoals mevrouw van der Plas nu aan het doen is. Dat stigmatiseren van Arabische mannen die heel antisemitisch zouden zijn, dat is heel schadelijk voor de landen daar en de mensen daar, waardoor ze geen hulp krijgen en ook niet gesteund worden in de Gaza-genocide die nu plaatsvindt. Maar ook voor Nederlandse moslims, want hiermee wordt weer dat stigma en die xenofobie naar Nederlandse moslims aangewakkerd. Juist partijen als de BBB en alle andere rechtse partijen die heel hysterisch hebben gereageerd op pro-Palestina demonstraties en er alles aan willen doen om te laten zien dat ze Joden in bescherming zouden nemen en geen enkele kritiek dulden naar Joden, want daar zouden normale Joden dan daar zouden alle Joden, ook al ben je niet zionistisch, dan onder lijden. Zij zijn bezig met op deze manier zich te kritisch of heel erg kritisch of loos kritisch, misschien kunnen we dat beter zeggen, uiten naar moslims waar Nederlandse moslims dan meer onder lijden. Mevrouw van der Plas, als mede heel veel andere politieke partijen, zijn zo krampachtig gefixeerd op bepaalde elementen, op oppervlakkige kennis die ze hebben van de Tweede Wereldoorlog, dat ze denken dat ze zoiets verschrikkelijks kunnen voorkomen of iets minder verschrikkelijks, laten we zeggen de helft of misschien een kwart van hoe verschrikkelijk dat was, kunnen voorkomen door nu heel erg te focussen op geen kritiek op Joden, geen kritiek op Joden, bescherm Joden. Die mensen daar hebben geen kritiek op Joden op zich, maar ze hebben kritiek op wat een staat met een hele Joodse rassenleer nu aan het doen is in het Midden-Oosten. Daar hebben ze kritiek op. Maar door je zo te focussen op niet kritiek te mogen geven op Joden, vergeet je helemaal uit het oog waar die Tweede Wereldoorlog om draaide, hoe het zover had kunnen komen dat de bevolkingsgroep van Joden, maar ook andere bevolkingsgroepen als Roma, als Sinti, zo werden
uitgemoord. En dat ze zo werden behandeld als vlak voor de Tweede Wereldoorlog en in de Tweede Wereldoorlog. Je ziet het probleem niet meer. Maar ja, dat is ook niet vreemd als rechtse partij, want rechts was het probleem in die oorlog. En als we zo doorgaan als mevrouw Van der Plas en als we als media op deze manier aandacht geven aan dit populistische geroep, zonder dat we ze echt de verantwoording roepen op waar ze nu mee bezig zijn, namelijk het systematisch blijven steunen van Israël, het schenden van het internationaal recht, het schenden van het Nederlandse recht door toch Israël te blijven steunen via omwegen, terwijl de Nederlandse rechter heeft gezegd dat dat niet mag. Als we als media ze daar niet veel meer ter verantwoording voor roepen, denk ik dat we over heel erg veel jaar misschien niet alleen de Holocaust, maar ook nieuwe immigranten moeten dwingen om te erkennen dat er ook nog andere genocides hebben plaatsgevonden met steun van de BBB. Mevrouw Van der Plas, stop hiermee. Wil je meer zien en horen van De Leeuw? Like dan dit filmpje en volg ons. Links in de beschrijving.